15th of August 2003. We are in Arnhem, on top of the Eusebius Church. And we have a beautiful look here over Arnhem and surroundings. So I'll just make a few shots for you to see. You can use the zoom. This is the St. Walburgers Church and the rotonde, the roundabout entering the bridge, once a place of heavy fighting between Germans and British paratroopers. The Operation Market Garden between 17th and 24 September 1944 occurred to a large extent here. There is a part of the Rhine River. And here we see the famous bridge, the so-called One Bridge Too Far, about 'bout creating a possibility of entering Germany at an early stage, which failed. So this battle became Germany's last victory. Now called John Foster Bridge. The marketplace around this church has been heavily damaged during the battle, so most buildings are new buildings. Telecommunication tower. But here we have the bridge which had been constructed much later in the year 60. Mm-hmm. Second bridge. And the Rhine River again. The old market, which has been destroyed and been rebuilt, but not so beautifully. So, there is the whole group together. All my friends who have come to see this place, and how did it go then? So we make it smaller. And there we went up, this church. This church, up with the elevator, up to here. There we go. And down again. We are. After the visit to the Eusebius Church in Arnhem, we are at the Airborne Cemetery in Oosterbeek, where 1,754 boys and men are buried who tried to give their lives for the liberation of Holland. Peter Benz walking there. A long row of graves. It is a beautiful surrounding. All trees and forest, and very peaceful. Long rows, long lines.
No, this is a photograph. So one more, you relax. Listen to Moses. You've got it. Unusual situation. Yeah, and the day before people were playing golf and it was just gorgeous. Yeah, it was ridiculous. Great. Saving goals coming. Ondanks het slechte weer, het harde weer, zijn er toch zeilers die naar ons richting komen. Sailing boats are now approaching us. You've got to be too adventurous for me. Let's turn our way. In the wind. Oh, yeah. Hard on that. Next one. How they move in the water, up and down, up and down. Wow. Hot weather and cold wind. See that? Oh, wow, wow. Look at that. Look at that.
Going away. Going back to it. Going back to it. Back to the border. Cannot do it. So this is them failed. Yeah, them failed. Speedo, with Pim and Yalo, we are going to undertake a journey to the port of Rotterdam. Here you have Pim. Okay. And here you have Mr. Yalo. Walter, wat gezellig hier te gaan. Here in the distance, you see the Erasmus Bridge, which is a new bridge designed by the latest bridge builder's knowledge. And you see the chain, long holding wires down to the actual bridge surface. The river is the Maas River. Rotterdam is full of new buildings, apartment houses, as you can see here. And this is the group of tourists from our boat, who are eating cake and drinking coffee. The boats are spacey and luxury. Another place is to find the bank, die die beiden Ufer miteinander verbindet. We are first sailing in the Donau. Again, my buildings got over. It's the old railway bridge. The old railway bridge. Diese Wellenbrecher-Schiffsbrücke ist zum Gedenken an die Seeleute errichtet worden, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Houses are on typical Dutch houses. Again, the Erasmus Bridge here. And this peculiar building seems to be leaning forward. With the naked eye, it seems leaning forward to the left. We shall see this again in a few minutes, if this is true. Now we are going under the bridge. And then, under the bridge. And this building, is now appearing. Well, yes, the front is leaning forward, definitely. This is the harbor, the port for the sailing boats and yachts. Rotterdam Sailing Club. Even a clipper is appearing there. Very interesting to see this. The Europort Tower, which is a well-known landmark in the city. And then now we get again this boat. No name on it.
morning is the entry part of the Maas Tunnel, the oldest tunnel built 1939-1940. In the far distance, the apartment where Wim is living. Coming up now. We are now entering the new court. Strange buildings over there. Probably for loading containers. Typical court view. Het netwerk bestaat uit 28 radarposten, waarvan 24 onbemand zijn. Not a view. Swans. A group of them in there. So a wrong fire. People on board there. Yeah. People on board. See them. Along the water. The boat and dock there. Now some figures that illustrate the unit size of the currency. Every year, there's 300 and of this amount, 120 to Rolanda. And be in the back with containers. Containers and containers. Containers. Rechts is scheepswerf Nieuwerk op de Berg in het drijvende dok. Indien een schip is onderhouden voor reparatie en stopping, wordt dit dok volgevolgd met water, zodat het schip erin kan varen. Well, they are docks, my docks, where the ships are in to be repaired, to be painted. Here is a typical one, where the boys are. Jetzt fahren wir in den E-Bahn ein, 1967 zum größten Teil angelegten Sonderstück. Rechts die Schiffswerft Nihasch und von den Berg mit Schwimmlauf. Wenn ein Schiff zur Wartung oder Reparatur ins Dock muss, dann wird dieses Dock mit Wasser geflutet, sodass das Schiff hineinfahren kann. Anschließend wird das Dock wieder hergepumpt und das Schiff liegt trocken. Nach der Wartung oder Reparatur lässt man das Dock wieder sinken und das Schiff kann wieder herausfahren. Vous apercevez à votre pointe le chantier naval fini étant la sortie. Those container cranes to lift containers. Huge.
Meteen was op de boot. Complicated constructions. Complicated constructions. Van wonders waar het zal voor. This one is pushing. This is low one, and look at the water there. Coming outside, long-term. We are now in Eemhaven, again in containers. There is an interesting view coming in a minute. This boat is now under sail. Nice movement of the flag. People on board. Now we say goodbye to the port of Rotterdam. This show is just transport. Living quarters. And finally the Euro Tower. This is the ship. Bye bye. That's what they're looking at. Yeah. Right. Heel leuk. Heel erg goed. Oh.
wordt schieten. Ik zie dat. Thijs ook eten. Thijs moet ook eten. Thijs moet ook eten. Hallo. Hallo Thijs. Theresa has to come back with all the food stuff for tonight. She is unpacking. She's now unpacking, ja. Yeah? Yes, strong woman, strong lady. Je mag natuurlijk ook een beetje lachen, als je dat wilt. Een smiling. Ja. Ja jongens, papa en mama zijn bij jullie nu. Hi. Ja, hi. Wat wil jij maar? Moet je eten? Nee, ik moet voor thuis. Thank you. Zo, nu is het een foto. Hè? Jij ook, hè? Je zit op de kijkers een dominee, maar dat is... Maak nog een foto. Oké. Okay. Nou, dan kan je dat zo zien. Dit is hem dus. Het paddenstoeltjes en lieve heer wezen. Dit is daar in een kabaal. Dat is een Engels deel. Een lift. Tientje. Wat een mooi glas. Dat Jong, je bent al lang in het kabaal. Dat is een kabaal, dat denk ik al geweest. Ja, precies. Ja. Sorry hoor, we moeten even boodschappen doen. Ja. Kom. Ja, kom. Ze had het misschien ook helemaal niet erg gevonden. Eén kaartje voor jou. Een stekel ligt. Het publiek nog. Ik heb een foto van gemaakt met tegenlicht. 1 jaar oud. Zie je niks. 1 jaar. Eén kaartje. Waar is het kaartje? Bouw op de achtergrond. Hopla. Lang dat ze nog niet zoveel blaas heeft. En we doen wel alsof. Ja, we doen wel alsof. Mag ja, meisje, ja, meisje, ja, meisje, ja, meisje. Ik kan over me. Kun je mijn mond dicht? Nee, kaarsje. Er is nog een monument bezocht. Nee, je bent een prinses. Ja, dan moet je het aan de kaart krijgen.
En dan moeten ze zeker langs als ze leven zingen. Ik hoef alleen naar taart te kijken. Ik ben de taart kijken. Jelle mag straks eventjes de kaas uitblazen. Jelle mag de kaas uitblazen. Jelle mag de kaas uitblazen. Ja? Ja, Jelle. Dit kan dat nog niet. We moeten oefenen. Ja. Nou, Jelle. 1, blazen. 2, blazen. Ja. Jelle, kom. Nog meer. Goed zo. Ja. Goed. We hebben nog niet eens gezongen. In de glorie. Ik vind er niks aan. Ja. In de glorie. Ja. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep. Hoera. Hey, ja, klik. En nu staat zij erop. Gezellig en wij. Ja. Prachtig gezongen. Ik heb hele leuke film. Wij gaan ook gebakken. Maar ik wil ook een foto. Ja. En wie krijgt het grootste stuk? Ik ben een prinsesje. Hij is een prinsje. Nou, zullen we haar neerzetten? Want mijn arm die houdt het niet zo. Mijn dochter maar anders. Ik heb het niet gedaan. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. Daar honderden zeilbootjes schieten. Schitterend. Is dat wel een kwartiertje? Zal ik mij even rustig doen? Nee, geef niet hoor. Nee, geen probleem. En onderin is het blijf dicht, dus je kunt niet even snel naar beneden. Een beetje aan de kinderen van Manja. Zijn ook vrij rustig. Wat ga je in godsnaam doen daar? Op de bouwgroep aan voorlezen. Maar weet je wat het is, hè? Ja, maar dit is van oma. Oma. Van oma. En ja. Ja. Dat verwacht je dan niet. Ja.